De Nederlandse roeiers zijn dit weekend weer begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tijdens de krachttraining op Papendal zijn enkele talentvolle roeiers uit de categorie tot 23 jaar aan de selectie toegevoegd. Olivia van Rooyen zit bij die selectie en was in augustus bij het WK in Polen al reserve bij de Nederlandse equipe. Ik ben eigenlijk pas net weer begonnen, omdat we nu pas heel erg laat terugkwamen van Poznan. En toch nog wel een beetje even rust wouden geven. Of ik wou graag nog wat rust geven aan mijn lichaam. Dus ik ben net weer begonnen. Maar ja, ik heb wel weer zin om te beginnen. En ik ga nu eerst een beetje skiffen. Want met boordroeien word ik toch een beetje recht te zitten. Dus we gaan eens kijken hoe dat gaat. Dus volgens mij gaat wel goed. Het is weer een kwestie van een beetje fit worden en zo op dit moment. En inderdaad veel aan kracht werken, want dat is wel iets van mijn zwakkere onderdelen. Ja, het uiteindelijke doel is natuurlijk echt met de top meedraaien. En ik vind het ontzettend leuk dat ik nu met deze groep mee kan draaien. En ik hoop gewoon dat ik zo lang mogelijk erin kan blijven zitten. En uiteindelijk, het WK is in Nieuw-Zeeland. En als ik dan al naar het SA-WK zou kunnen gaan, zou het geweldig zijn. Maar anders, ik kijk gewoon wat er van komt en ik blijf gewoon ernaast skiffen. En hopelijk dat er mooie dingen van komen. Is dat mooi om gewoon alleen in zo'n boot te zitten? Of heb je zoiets van 2, 4, 8, dat maakt me eigenlijk niet uit? Nou ja, ik heb vorig jaar het hele jaar geskift. En ja, ik vind dat eigenlijk wel echt heel erg gaaf. Als het gewoon heel lekker gaat. En dat is natuurlijk in ieder nummer zo. Maar ja, ik weet niet, het gaf me echt een heel goed gevoel vorig jaar. En ik vind het ook wel een hele uitdaging om in tweetjes en viertjes heel goed te roeien. En dat heb ik daarvoor eigenlijk ook altijd gedaan bij de junioren. Maar het is sowieso een hele ervaring. Het is heel anders om op een WK in eentje te staan dan in een vier. Dus dat was vorig jaar sowieso heel goed geweest. Je bent naar het junioren of naar het onder 23 WK geweest en ook mee naar Poznan naar het WK. Hoe was dat, die sfeer daar zo? Ja, ik vond het wel leuk. Het was heel anders dan bij het onder 23 WK. Je merkte wel dat het net iets serieuzer was allemaal. En je merkte ook dat de mensen met wie je daar bent gewoon allemaal iets ouder zijn. Maar het was wel heel erg leuk. En je loopt daar tussen zeg maar de echte sterren. Dus dat is ook wel heel gaaf dat die gewoon er op dat terrein rondlopen. En dat er geen enkele ploeg is die er niks van bakt. Hoe lang loop je al met die Olympische droom? Hoe lang ben je al met de roeien bezig? Ja, ik roei nu 8 jaar. En toen ik net begon, toen wist ik dat het junioren WK in Peking zou zijn. Om zeg maar, de Olympische baan voor te roeien het jaar ervoor. En toen was dat eigenlijk al meteen mijn doel. En toen ik merkte dat het gewoon wel goed ging, zeg maar, daar ben ik uiteindelijk beland. Maar ja, vanaf het begin dat ik echt begon met wedstrijdroeien, wist ik wel van ik wil gewoon echt heel graag hiermee door. En kijken hoe ver ik kan komen. En het is zeker gewoon een droom, maar ja, wie weet. Dus, is Londen al een doel voor jou? Ja, ik denk het wel. Ik weet zelf ook gewoon, het wordt echt nog flink aanpoten om daar te komen. En ik moet gewoon nog een stap maken. Maar ja, ik hoop gewoon ontzettend dat het gaat lukken. Dus daar heb ik veel voor over.